Goeiemôre vrienden en baie welkom bij onze oordenkings op hierdie sondagochtend. Het is lekker bewolk hier bij ons. Ja, en ik hoop het gaat goed met jou. Ik hoop het gaat goed met jou en dat jij een mooie dag hebt en dat jij iets bezig is om te beplannen en recht te maken. Ik was in die huis van die Here te komen vandaag. Ons lees verder in Efesiërs 5. En kom ek lees dit van vers 3 af. Ons lees in die 83 vertaling. Soos dit gelowig is betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of gierig is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Jo, vrienden, ons lees tot zover. Ons kan ook baie goed hier klem lê vanoggend en jy moet het gaan lees en deur die Heilige Gees vra watter gedeelte praat met u. Maar ek dink ons moet hoor dat hier is een saak wat twee keer genoem word. En dit is gierigheid. Ons ingesteldheid op materialisme en besittings en nog geld wil hê. Ja, en ek weet, ons leef in een moeilike tyd. Jo, dit mens sukkel dat jou geld uitwerk en jy wens so jou as jy nou net dit kon hê, maar hoor wat sê die tekst volgend, want gierigheid is afgoderij. Daar moet ek en jy gaan en vir die Here vra, is daar iewers een stuk gierigheid dalk in my lewe, speel dit een rol in my bestaan, en as dit is, moet ek het bely. En as ek het is, moet ek vra dat die Heer my vry maak van dit. Want hoor wat staan hier, dis afgoderij. Dis precies diezelfde as om afgode te dien. Kan ek en jy bid? En kan ons vra dat die Heer ons ook daarvan bevry? Amen. Heer Almachtige God, ons wil kom vra dat U ons sal bevry van elke vorm van gierigheid, elke stukkie waarvan het dalk mag sprake wees in ons leven, dat U ons sal vry maak daarvan, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy regtig 'n pragtige dag hê. Tot ziens.